Sinds Nederhop fell off the streets been watching. Het was nooit klaar, maar nou is sleep in Arnhem. Mijn teksten zijn het echt en qua doorzetten zijn ze niet zo sterk. Dus dat, fuck die Belgische Nederlandse racisten, man. Ik ga mensen expose kill. En dit zijn die linkse stemmen, zij als die sukkel stemmen dan, hè. Een van mijn hatengroepjes zei laatst over mijn pokkel van. Is het serieus voor de grap kill? Dat kan ik jou vragen over je hele bestaan. Ik ben de hardste rapper die je ooit zal horen in je leven. Bar voor bar, bemoei je met je eigen zaken. Dus mijn succes, daar zit je mee. Maar dat jij en je moeder vieze Hitler-sletjes zijn, dat is oké of zo. Daar zit je niet mee. Ze willen de echte poëten en intellectuelen de mond snoeren. Ik stop niet. Ik zal langer kunst maken dan dat jij gefrustreerd achter een apparaat bij je ouders thuis jaloers gaat zijn op anderen. Dus dan spreek over de komende 30 jaar of zo. Terwijl je ook wat kan doen met je leven, hè? Oké, lange intro's klaar. Jullie hebben lang genoeg gewacht. Met iftar. Met iftar. Er zijn verschillende steden, verschillende soorten feesten. En smaken verschillen, verschillende dagen van de week. Dus ik snap niet waarom de raps en de game mij zo vrezen. Zet even je gevoelens opzij, jaloezie en luister de muziek. Niks is zeker, dat je nog leeft is een zegen. Mama is ziek, laatst zijn er 500 moeders in Mozambique overleden. De realiteit is, we zijn er niet voor altijd. Vrede boodschappenlijst, wijn, bier, wij niet voor mijn maag, maar voor de pijn. Je band met je wife is meer een plakband, plakken wilt ze niet. Ik sta achter als bumperkleefs in het verkeer. Net als traffic gaat tekeer. YouTube wil dat we betalen, dus mensen gaan straks naar betaalde kans overstappen. De ads worden steeds langer, volume staat harder. 2-8 mekaar wordt irritanter. En nog steeds, je weet, fuck je tante. Ik heb een schild, pak mijn schild, geloof je heilig in. Doe alles zelf, want dat schild, ik zal niet te snel volwassen worden. Dan krijg je volwassen zorgen. Heel vergeet dat je in Nederland woont. Wet van de sterkste, dat doen hun ook. Bij studio sessie stemverschil hoor je binnen 5 minuten ook soms. Dus ik neem het op in één sessie en vroeg later. Adlibs en saus, ketchup zet ik ook pas nadat ik heb gekookt. Er zijn genoeg vissen in de zee, Samira, garnalen, vissticks. Heb me voorgenomen, bij de volgende warme dag ga ik genieten alleen. Een uitzondering is dan een lekkere chick. Ik hou van chicks en spawn road, doe rustig aan. Maak racelijke baan vaker dan een Engelsman. Hoe doen vrouwelijke MC's high class over grappen maken? Ze worden uitgekleed. Bedelen bij labels voor clips al jaren. Dus volgens mij zit ik aan de eerste tafel. Dik beschuif van tafel. Begrijp ze mij nog niet? Ik leerde de taal wel. Kaars aan. Maar je bent die echte candle. Net als hoe ik die meid op Steenstraat zei. Je bent die echte bloem wel. Geloof het of niet, ik vind Rickert 04 dodelijk MC. En na die optreden op modenacht, ik zeg je eerlijk, stop je zusje als ze woning klaar en dat ik ben met Rickert. Showtje, nacht van de mode, maar ik ben niet zenuwachtig. Ergste wat er kan gebeuren is dat ze echt de muziek niet voelen. Het wist al lang toch vast. Lijver en verpeper is ze eten snel Ramadan. Ik vast wel 60 dagen in het jaar, dus dat is 2 keer Ramadan. Ik heb me nooit verslapen of uitgeslapen. Deed HBO gestrokkeld. Geen 10 euro McDonald's, maar croissantje water uitgehongerd. Ik dacht aan vakken vullen en nu is het zakken vullen. En ik bedoel niet dat soort vakken. Zag een stapel, pakken stapel. Slagroom op terrassen, wafel. Zoet met gatten, donut. Ik zorg dat elke lijn aankomt, man. Hou op, man. Ik sta achter de mic en rappen voor ze. Sta achter mijn woorden en zet ook een grens en leg die wetten op. Ze designer wekt haar interesse. Louis Vuitton ring. Maar ze weet die onder zit die echte J-Line D. Pull up to the show, maar geen fully Fendi. En zeg ze niet waar vanwege boze ogen de Jackass Pelly Pelly. You get me, you get me. Er zijn verschillende steden, verschillende soorten feesten. En smaken verschillen, verschillende dagen van de week. Dus ik snap niet waarom de raps en de game mij zo vrezen. En of zusje mij weer draait, word niet boos, man. Man up. Niks is zeker, dat je nog leeft is een zegen. Mama is ziek, laatst zijn er 500 moeders in Mozambique overleden. De realiteit is, we zijn er niet voor altijd. Vrede boodschappenlijst, wijn, bier, wijn. Fast life.